Het ophalen van trenzen en afvoerlozingen blijft een uitdaging voor het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Dit kan volgens minister Vijay Chhotkan van dit departement te maken hebben met de ligging van de laaggelegen gebieden. Voor de start van het regenseizoen zijn zowel het ministerie als de districtscommissariaten bezig met het ophalen van trenzen. Echter lopen de laaggelegen gebieden nog steeds onder water. Andere gebieden waar onder water liep is niet meer zo gelukkig. Daar heeft het wel geholpen. Maar er zijn nog gebieden die heel laag gelegen zijn. Windiwa is één van ze, helaas. Wij hadden gemeen natuurlijk om het zodanig aan te kunnen pakken. Maar het is niet even snel gelukt. Wat we wel willen doen is verder gaan en kijken van wanneer wij dus heel snel daar een uitvoering aan kunnen gaan geven. Het is nog steeds een integrale aanpak die we daar willen doorvoeren. Door niet alleen meer de trends op te halen, maar een goede aansluiting op hoofdlozingen. En die hoofdlozing moet natuurlijk, willen we gaan bekleden, dat is de Drai Batra kanaal. Die bekleed zal worden om capaciteit bergingscapaciteit op te voeren. En uiteindelijk willen we dan een pompgemaal plaatsen om het water te kunnen stuwen, eruit te kunnen pompen. Naast Windiwaai zijn er nog meer gebieden in het zuiden die onder water lopen na de regenbuien. Deze gebieden zijn reeds in kaart gebracht door de instanties. De bedoeling is dat het overtollig water uiteindelijk wordt weggepompt naar het Saramaka-kanaal. We zien dat er ook vanaf het moment dat wij dus Latour voorbij rijden richting Saramaka-kanaal, er toch wel een x-aantal bottlenecks zijn waar we ook aandacht aan gaan moeten besteden. Dus het is niet meer alleen het gebied Windiwaai, maar we moeten ook buiten Windiwaai wat werkzaamheden uitvoeren om die garantie te kunnen bieden dat het niet meer onder water zal lopen. Maar we werken eraan om ervoor zorg te dragen dat het in de toekomst helemaal wordt weggewerkt. Eenmaal als we gaan starten, gelooft u mij, dan gaan we er een goed eind aan maken samen met de mensen al daar. We vragen even nog begrip. En dan moeten we ook net als nu weer gevonden weg daar ook een goed begin maken. En absoluut, het zal niet zo lang duren, ontwatering, omdat wij dus toch wel een behoorlijk goed uitgewerkt plan hebben. Het wachten is natuurlijk op de financiële middelen, zodat wij dus een start kunnen maken daar.